En hallo allemaal, welkom weer terug bij een nieuwe video. Ik hoop dat jullie weer zin in hebben, ik wel. Vandaag spelen we Circuit in Arena. En we zitten vandaag met Exo en met Finn. Nou ja, we zitten dus met twee Golden Skins in het andere team. Ben er niet super echt bang voor. En zoals gewoonlijk, weer eventjes Smite goed stellen, zoals elke video. Oeps. Het is zo irritant. Eén keer was het als ik in fullscreen ging. Dan was het dus weer dat hij heel het in window ging, in window mode. En nu gaat het nou dus weer precies andersom. Eventjes apply. En window. Zo, fullscreen. Oké, mooi. Hij staat weer helemaal goed. Nou, waar we gewoon mee beginnen. Beetje snelheid vind ik persoonlijk wat fijner om snel weg te komen en om zo snel mogelijk een kill af te maken natuurlijk. Onze 1 levelen 2 keer en de andere level wachten we nog eventjes netjes mee. Want we kunnen onze Cobra Chris upgraden als we niet moeten escapen. Speed voor me zeggen, zoals gewoonlijk. Good luck, have fun. Zo. Ik reageer trouwens ook, want ik zeg gewoon good luck, have fun. Dat zeg ik gewoon automatisch. Omdat ik in games zit en dan denk ik ook altijd zo van, ja. Dat is een beetje automatisme. Nou, onze 2 upgraden. Onze 3 kunnen we nou ook meteen. Dat is mooi. Ah ja. Waarom Cobra Kiss landen? Oh, let op. Loki hoorde ik. Zie je? Zo, even snel weer weg. We zijn dus super squishy, dus we kunnen niet veel doen. Het is een beetje soms je Cobra Kiss landen. Om een assist te krijgen en dat soort dingen. Want uiteindelijk maak je vaak een kill met je ult. En dat is het zo'n beetje. Wave clear. Wacht, ik heb geen speed. Waarom heb ik... nu. Oké, deze pakken we. Ja, die hebben we. Mooi. Volgens mij doe je ook meer damage. Eens even kijken hoor. Het is ook wel handig om te weten dat het healing reduction doet, dus een echo kan daar tijdens dus niet healen of erna. Dus dat is wel fijn, want anders was echt die ult veel te sterk geweest. Ja, mooi. Dat is het irritante. Je hebt heel de slechte wave clear. En je moet al weggaan! Zo, wegwezen hier. Daar willen we niet zijn. Zo. We proberen ook nog steeds met Circuit een beetje te builden zo en te testen. Want ze lijkt me wel sterk, maar je moet een beetje leren hoe ze werkt. En dat is heel erg bij Circuit. Oké. Gaat heel erg helpen healen. Enemy healen. Ja. Ah, bijna gedodged. Even die weghalen, want hij is een beetje irritant aan het doen en die willen we daar niet. Mooi. Dan doen we het wel via een omweg. Nou, hier komt dus weer een kleine truc van. Nou ja, een beetje weer dat andere gevoel. Ik ga nou eerst eens wat meer lifesteals bouwen. Want volgens mij, ik denk dat ze net iets meer lifesteal nodig heeft om langer in een match te zitten. Ja, dat is automatisch wel. Maar zij mist daar wel erg. Want bijvoorbeeld de Kali, die kan gewoon healen met er 2. En dat kan zij niet. Ze heeft geen één ability waarbij ze terug hield. Dus dan is het denk ik dat extra lifesteal je dan wel nodig hebt. Dat heb je dan hard nodig. Maar
ik ga sowieso meer over een auto zoeken. Misschien via datamining iets. Maar dat was dan wel zeker interessant. Let op laps. Yay! Zo. Ik ga toch een klein beetje de muziek wat zachter zetten, want ik ben bang dat hij wat hard staat. Dat is jammer, dus ik kan niet vragen aan jullie of de muziek te hard staat, te zacht staat, dat weet ik niet. Ik doe het een beetje op gevoel. Oké, ulti. Deze hebben we. Die willen wij natuurlijk wel hebben. Onze aard zou kill stealen volgens mij. Maar dat maakt niet uit. Dus ook, je ult, die duwt iemand weg. En daar moet je goed gebruik van maken. Probeer het zo handig mogelijk in te zetten. Probeer wel altijd natuurlijk. Dit is wel iets close jongens, van de speedbuff. Het is natuurlijk wel een soort van winkel en dat ik jullie moet beroven. Maar is er wel erg dichtbij net, hè? Dat doen we niet. Nee. Zijn jullie zo lief? Oh, hij niet. Oké. De twee werkte niet, werd wel gebruikt. Maar werd niet geregistreerd als damage of iets gooien. Heel realistisch. Speed. Deze kunnen we solo ook, kom op guys. Auw. Oh, die dodge. Oh, die één van me. Nou, oké, mooi. Nee, kun je niet. Dat is jammer van die ult. Ik had eigenlijk weg moeten zijn. Maar ik wou graag doorpushen. Was niet zo slim van me. Maar goed, we hebben er veel kills uit gehaald, dus mooi. We zijn niet aan het feeden. Dus misschien helpt de beeld wel een beetje. We gaan hem gewoon testen. Ik probeer nu ook wat non-copyright muziek dus. Met bijvoorbeeld wat echt met geluid ertussen te zetten. Ik vond het eerst heel moeilijk om doorheen te spreken. Dat vind ik nou ook wel. Het is gewoon een beetje testen, leren en dat soort dingen. Ah, jammer. Nou. Probeer ik gewoon even te testen of dat gaat werken. Zo niet, dan haal ik het er gewoon onderuit voeltaan. Of jullie moeten het vervelend vinden. Ik ga gewoon kijken. Oh, ik dacht dat hij even van een ander was. Oeps. Ik ga nou wel boost even kopen tussendoor. Zowel wel ergens natuurlijk snel bij zijn. Ik hoop dat onze Ares wel Witchblade gaat bouwen. Zo, mijn kill. Ik wil wel ult oppen, maar dat doe ik expres niet omdat ik geen Cobra's Kiss heb. Het fijne is ook als iemand stunt, dat jij gewoon je 1 op doet, dan doe je de meeste damage. Dan kun je misschien 3 keer crit raken. Zou awesome zijn. Oh, volgens mij zit er een glitch in dat hij het gewoon soms niet doet. Oh, die bodyblock van Ra was bijna dood geweest misschien. Maar gelukkig. Ik ben weg. Hehe. Waarschijnlijk, ja. Ik wil geen stacking items. Zo irritant dat als assassin. Oh, zonde. Rennen. Ik heb veel saves, maar zij niet. Wat? Invincible. Als ik het goed hoor, want ik kan ook iets anders horen. Hè? Is wel leuk gedaan.
Ik vind haar voiceback wel leuk. Lekker British English. Oké, Aquan. Ik weet dat je me haat. Oh, moeten we even een guard neerzetten? Oké. Zo, nou, dan gaan we gewoon even een guard neerzetten. Zo, dat is heel belangrijk. Go! Fruffy! Yay! Uh-oh. Nee. Geen freeze. Oké. Go! Oké, deze video moet je zo meteen even terugkijken. Dat je zag, ik glitch net zo hier doorheen, maakt hij mijn bord. Oeh, interessant. Glitches in de video. Oké, dat wordt dus gaan testen of dat gaat lukken om te gaan glitchen. Oh man, heb ik nou zin in om dat uit te gaan testen. Dat betekent dus dat je daarmee kan glitchen. En dat ga ik dan meteen uittesten. Want wauw, daar heb ik veel zin in. Oké. Oh, Loki zit er. Team, blijf bij mij. Oh wauw, die dodge van me. Nou. Solo polo. Dat is een nieuw woordje. Want ik deed dan, ik heb dit eerder als een keertje opgenomen. Toen was de video niet zo goed gelukt. Omdat het een beetje heel erg aan het laggen was. En toen was het zo dat ik tegen 5 man... 5 tegen 1 was het. Ik was helemaal alleen met Sir Kid. Het was heel raar. En ik kon er gewoon van wegkomen. En toen kwam er opeens uit Solo Polo bij mij. En ik dacht echt van, fuck, wat is dat nou weer? Dus ik noem het voortaan gewoon Solo Polo. Even zeggen dat hij moet stoppen. Oké, mooi, hij is zelf ook gestopt. Ik kon ook eens solo polo hè. Zo. Oh, het deed me helemaal niks. Le Rage gaan we bouwen, want we willen natuurlijk wel Rage quitten. Oké. Okay. Dus eigenlijk. Oké, okay, in de basis gooien. Zo, mijn kill. Deze build wil ik dus denk ik wel voortaan damage hebben. Het is ook handig om Jotun's Wrath te bouwen, zodat je ult eerder kan casten en zo. Maar dan ben ik eventjes allemaal aan het testen en zo. Want ik moet natuurlijk wel helpen. Het is een beetje moeilijk nog, want ze is vrij nieuw. Maar ik wil haar sowieso gaan uitproberen. Ah, jammer. Double kill, double kill, double kill. Even gewoon terug healen. Ah, nou. Another day will rise. Kan toch niet meer wegkomen. Dus. Ah, kom op. 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2. Yes, het is me nog gelukt ook. Ik kwam toch niet meer weg, dus. Zo. Ik denk ik eens een keertje niet. Nou ja, trouwens, ik kon solo worden, dus dan ga ik geen Jotun's Wrath bouwen. Godverdomme zeg, dat is niet normaal. Sorry, dat mocht ik niet zeggen, maar dat was echt niet normaal. Die Anubis moet stoppen met killstealen.
Oh man. Het is echt niet normaal hoe vaak hij dat al doet. Ja, ik heb gelukkig lekker veel kills, dus daar ben ik blij om. Ik zag hem komen. Oké, mooi. Je zag hem echt zo uit zijn... Als je weer dus pauzeert eventjes de video. Dan zie je het. Dan zag je dus even dat de paars kwam. En dat heb ik dus gelukkig gezien. En daardoor kon ik hem dodgen snel. De juiste kant op. Er zijn dus even die momentjes dat je dan even weer een speedrunners gevoel hebt. En dan moet je dan ook echt gaan gebruiken zo. Oké. Nou ja, die is geen probleem. Het is ook echt, ik heb ook even gekeken naar counters en zo van Circuit. Imir is een dikke counter voor Circuit. En ik kan er niet veel tegen doen. Dan alleen maar beats kopen. Mijn beeld zit ook een beetje apart, merk ik nu dus. Stel ik voor de volgende keer eventjes weer goed in. Je ziet niet helemaal mijn beeld. Ik zal hem eventjes opnoemen voor de mensen die hem willen weten. Quince, Asi, Bloodforge, Wiretabi, Rage. En dan wil ik nog Deathbringer gaan bouwen. Dus je kan heel moeilijk auto-attacken. My kill. I'm greatest. Nice job. Yes. Deck. Ah, oh, hij dodged zo netjes. En waarschijnlijk heeft hij volle build, dus. Ja, nee, toch niet. Ja, maar hij heeft stack item, daar komt het op. Ik kan die ook gewoon niet eerder bouwen, dat is het probleem. Dus we moeten heel eventjes met zelf wave clearen. Ik wil een damage buff hebben. Moet en zal. Oeh, lekker veel kills liggen. Snel, 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 snel. Wauw. Ze wachten gewoon om mijn drie neer te zetten. Yes, true. Another day will ride. Another day will ride. Probeer hem elke keer te helpen, maar geen kill. Ben ik zeer verdrietig. Fuck. Oh, stom! Stom van me. Nou ja, GG guys. Ik dank jullie weer voor het kijken. Like de video als je hem leuk vond. Deel het met vrienden en abonneer natuurlijk. En dan hoop ik jullie weer de volgende keer te zien. En ik ben Circuit en ik ben famous. Tot ziens.